Younes S., een 23-jarige man uit Ridderkerk, heeft dinsdag zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van een reeks misdrijven waar hij van wordt verdacht. Hij stond in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Haag, waar het Openbaar Ministerie een celstraf van 9 jaar tegen hem eiste. Dat is een jaar meer dan de rechtbank in Rotterdam hem vorig jaar oplegde. In zijn laatste woord zei S. dat hij na de uitspraak van het Hof op 8 februari een brief wil schrijven of een gesprek wil voeren met de slachtoffers. Hij hoopt dat ze hem kunnen vergeven en dat hij kan uitleggen waarom hij de misdrijven heeft gepleegd en hoe hij in de criminaliteit is beland. Een van de misdrijven waar S van wordt beschuldigd is een mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp in april 2020. S heeft toegegeven dat hij daarbij aanwezig was, maar ontkent dat hij met een hamer op de autoruit van van der Gijp heeft geslagen. Hij beweert dat hij op afstand stond. De rechtbank baseerde de veroordeling van S mede op gegevens van zijn telefoon. Waarop hij 95 notities had gemaakt van kentekens, adressen en horloges. Zijn telefoon was op de avond van de overval verbonden met een zendmast in de buurt van Dordrecht, waarvan der Gijp woont. Ook de telefoon van een medeverdachte, die als chauffeur van de overvallers fungeerde, was daar aanwezig. Deze man is in 2020 veroordeeld tot een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. S was ook betrokken bij drie andere misdrijven. Waaronder een gewapende overval in Ridderkerk in februari 2020. Daarbij werden een Rolex met een Arabische wijzerplaat en een telefoon buitgemaakt. Het slachtoffer werd vastgebonden en mogelijk bedreigd met een vuurwapen. De Rolex werd volgens het om kort daarna voor 45.000 euro verkocht in Antwerpen. De advocaat van S vindt de eis van het om disproportioneel en stelt dat er geen bewijs is dat S deel uitmaakte van een criminele organisatie. Hij zegt dat S spijt heeft van zijn daden en dat hij beseft dat hij de slachtoffers angst heeft aangejaagd. Hij zegt dat S opgelucht is dat hij een verklaring heeft gegeven en dat hij na zijn vrijlating andere jongeren wil waarschuwen voor de gevaren van de criminaliteit.